op donderdag 22 oktober in Heerlen, vrijdag 23 oktober in Maastricht en zaterdag 24 oktober in Eindhoven kunt u gaan genieten van een concert met twee bijzondere composities, uitgevoerd door de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van dirigent Dimitri Lies. De eerste bijzondere compositie is een volledig nieuw werk dat zijn wereldpremière gaat beleven. Lumen ad finem cuniculi, licht aan het einde van de tunnel, van de Nederlandse componist Theo Verbeij. Nu is het heel lastig om een toelichting te geven op een werk dat nog nooit is uitgevoerd, dus heb ik de componist in Amsterdam opgezocht en hem een aantal vragen gesteld over dit werk. Theo Verbeij, we gaan praten over Lumen ad finem cuniculi. Kun jij iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis? Ja, dat kan ik. Anderhalf jaar geleden ben ik benaderd door Philharmonie Zuid-Nederland om een nieuw stuk te schrijven in het kader van de herdenking van de sluiting van de mijnen in Limburg. De DSM. De DSM, maar ook talloze andere mijnen. Ja. 50 jaar geleden heeft Joop den Uyl dat toen aangekondigd. En sindsdien is er van alles in die streek gebeurd. Mooie dingen, maar ook minder mooie dingen. In ieder geval was het een gelegenheid om 2015 tot het jaar van de mijnen uit te roepen. En omdat Philharmonie Zuid-Nederland het orkest van zowel het zuiden, maar ook het... Ja, met name het zuiden, dus niet alleen Brabant, maar ook Limburg is, vond men het een goed idee om daar een componist voor te vragen. En toen kwam men bij mij uit, omdat ik al eerder composer in residence was van het Brabants Orkest in 2009. Voor degenen die niet weten wat het is, een composer in residence? Een composer in residence is iemand die dan wat langer bij een orkest verblijft, daar meestal in een serie zit van een aantal concerten, 3 of 4, waarin dan in ieder concert een van zijn stukken wordt gespeeld in combinatie met ander werk. En dat hij draagt dan ook vaak iets bij in de zin van masterclass of lezingen of toelichtingen. Dan krijgen ze een opdracht, in dit geval vanwege die herdenking van dat 50 jaar sluiten mijnen. Hoe nauwkeurig is een opdracht? Zeggen ze erbij, we willen graag een stuk van 10 minuten voor een groot orkest, voor een klein ensemble. Hoe nauwkeurig is de omschrijving daarvoor? De omschrijving voor de orkestbezetting is meestal een maximum. En daar kun je natuurlijk onder gaan zitten. Dat komt ook voor. En een tijdsduur. Maar daarna houdt het verder wel op. Dus dan is het niet zo, zoals met architectuur, dat er eerst eens een proefontwerp komt en dat besproken wordt met de opdrachtgever. Nee, dan vanaf dat moment heb je de vrije hand. En dan zit je voor een leeg vel muziekpapier. En dan ben ik heel benieuwd hoe je te werk gaat. Ga je dan vanuit thematiek te werk? Heb je al motiefjes genoteerd in een stiekem notitieboekje? Of begin je helemaal blanco en zegt, dit is de opdracht. Hoe formuleer je eerste ideeën? Waar haal je inspiratie vandaan? Nou ja, een deel van je inspiratie komt natuurlijk uit je voorgaand werk. Hiervoor heb ik een stuk geschreven voor het Radio Philharmonisch en het Grote Omroepkoor. En dat sluit dan bij het voorgaande werk. Er waren tijden dat componisten dat gewoon ook in titels uitdrukten. Eerste symfonie, daarna een tweede symfonie enzovoort. Heel erg afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. En daarna begint dan meestal toch het voorwerk, inderdaad, zoals jij zegt, met schetsen van melodietjes, van fragmenten. Korte motieven, maar ook akkoorden. Ook soms grafische tekeningen, dus grafiek tekeningetjes. En daarna begint het uitwerken van een muzikale vorm. Meestal eerst op een versie op 4 balken. En daarna de instrumentatie. Los dus van het thema en de opdracht. Het had dus ook een stuk kunnen zijn voor het zoveeljarig bestaan van Philips. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n thema als het jaar van de mijnen in noten uit te drukken. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je als componist denkt van, nou, mijnen, dat is donker, dat is laag. Misschien is het een heel clichématig gedacht. En ik begin dus met sombere, donkere klachten. En ik ga langzaam met die schacht, dat liftje omhoog. En ik kom bij het licht en ik weet helemaal niet of het zo werkt.
Zo zou het misschien kunnen... Ja, maar dat zou dan toch wel wat eendimensionaal zijn. Ja. Dus het is... Dat is te makkelijk eigenlijk. Ja, een beetje, daar kun je... Kijk, als je een stuk van plan bent om een stuk van... Dit is 18 minuten. Dan is dat idee natuurlijk een beetje te mager voor 18 minuten. En dat kan misschien leuk zijn in 1 minuut of 30 seconden. Ja. Maar daarna houdt het ook wel. Het stuk is 18 minuten geworden? Ja. Oké. Okay, ja. Dus het is een vrij uitgebreide vorm. Dus de vorm uitvinden, dat was een vrij lastige klus. Ja. Het is eigenlijk dan uiteindelijk toch een vierdeligheid geworden. Waarbij je in een vrij snel tempo begint. Dan op een bepaald moment komt er een langzame 7/8 maat. Dus die echt... Goed. En dat zit in de houtblazers, hè? Nou, ook houtblazers, maar daar zit wel heel veel slagwerk onder die dan daar steeds een... Dido, dido. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Enzovoort. Ja. En met verder nog wat andere dingen daarbij. Hè. Gewoon akkoorden die daar... 1, 2, 3, 1. Ja, 4, 5, 6, 7, 8, ja, ja. Ja, ja. Dat is het tweede dan, stukje, ja, het tweede deel. Het tweede deel. En dan versnelt het zich daar aan het slot daarvan. En dan wordt het echt vrij snel. Kwart is 120 met een... Enzovoort. Dat is niet goed te produceren aan de piano. Nee, oké. Okay. En dat is vrij lang. Dat gaat in een, dat binnen dat snelle deel ontstaat een soort vijf. En dat motiefje wat je net speelde, dat is wel bijzonder voor het orkeststuk. Dat wordt gespeeld op marimba en vibrafoon. Nee, twee marimba's. Twee marimba's zelfs? Ja. Oké. Okay. En op een bepaald moment komen die vibrafoons daarbij. Oké, okay, dus die marimba's hebben een prominente rol in het hele stuk. Ja. En het is eigenlijk samen met die twee vibrafoons zijn ze een slagwerkkwartet, wat als een onderlaag door het hele stuk heen speelt. Ja. Eigenlijk van begin tot eind. En er zijn eigenlijk maar een paar maten dat ze niet spelen. Dus een hele enkele keer bij een belangrijke overgang, zoals hier ook in het eerste deel, waar het ineens een heel ander soort harmonie wordt. Veel sneller ook, hè? Akkoorden per 8e maat. Ja. Per 8e. En dat is dus hier, dat waar het deel waar we waren. Ja, en dat komt dus. Het boeiende aan slagwerk is natuurlijk dat ze geen uitklinken hebben. Of tenminste niet... Lekker droog. Ja, je kan niet veel met dat geluid doen als het eenmaal klinkt natuurlijk. Terwijl dat in die orkestinstrumenten kun je natuurlijk tonen goed aanhouden. Lange lijnen leggen, Ja. En dat uiteindelijk, het laatste gedeelte, is dan echt een adagio. Wat dan echt heel langzaam strijken. Dus, verkeerde noot, mag dat nog? Ja, zeker. Mooi ritmisch figuurtje in de vibrafoon in dit geval. Ja. Het is een heel mooi strijkingsgedeelte dit, hè? Dat adagio. Ik hoop dat het mooi is. Met een stralend C groot in het midden. Dat weten we natuurlijk nog niet. Nee, maar dit klinkt al, ik kan me voorstellen dat het heel mooi is. Dit is trouwens wel voor het eerst dat je dan zo'n open akkoord ja, in 18 minuten bij maat 441. C groot. Ja, mooi. Eindelijk.
uiteindelijk eindigen dan onze werking inderdaad in een as. Hè. Oh, ja, ja. En dit is natuurlijk... Dat is helemaal het begin. Deze maand. Ja, oh, mooi. Ja, ja, ja. Dus dan zijn we weer rond. Zijn we rond en dan eindigen we, zie ik dan in de partituur, met drie F's. Dat betekent knoerd hard. Voet, ja. Heel hard. Met een as-akkoord wat dan wat heel, heel veel. En daar zit dus die melodie. Maar dat... Doorheen, ja. Dus wordt, hè, allemaal... Iedereen doet mee, pauken. Het is een krachtig slotakkoord. Ja. Dit in de... En moeten we dat dan... Oh ja, die strijkt ook nog. Ja, en dat is dan zeg maar toch een beetje het licht waar je dan op uitkomt. Dat is toch het licht aan het einde van de tunnel. Ja, 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 ja. Prachtig. Jij bent natuurlijk ook heel benieuwd naar de uitvoering straks. Wereldproberen. Allee, ja, ja, dat is altijd zo. Dus. Wij allemaal. Tot slot, Theo. Het concert heeft de titel meegekregen Toekomstvisie en Liefdesbrief. Ja. En die liefdesbriefje slaat dan ongetwijfeld op Mahler's Vijfde Symfonie. Kun jij een link leggen? Van jouw werk naar Mahler, zoals de luisteraars dat straks gaan beleven op die concertavond op 22, 23 en 24 oktober? Ja, kijk, de stijl is natuurlijk niet verwant. Hè. Dit is, nee. Mijn muzikale achtergrond heeft veel meer met Franse muziek. Uiteindelijk komend uit Debussy, Ravel. Daarna ook wel wat jazz natuurlijk. En, dus dat heeft er allemaal niet zoveel met Mahler te maken. Het is wel zo, kijk, als je natuurlijk in dat as-akkoord eindigt. En daarna zou je bij wijze van spreken direct de vijfde Mahler spelen, dan begin je dus. Dus dan heb je hier. Dus die as is eigenlijk de dominant van. Cis mineur, ja. Ja. Eigenlijk sluit het prachtig aan. Eigenlijk zou je het eigenlijk zonder pauze moeten spelen. Ja. Maar dat gaan ze niet doen. Nee, jouw vier delen zijn in ieder geval aan elkaar geplakt. Bij Mahler is het natuurlijk niet maar geval. Maar zijn het ook meer delen. Ja, bij precies. Mahler, ja, ja. Precies. Bij jou zijn het wordt één mooi stuk. En tot slot, de luisteraar ondergaat dit. Heb je nog een tip om, waardoor misschien de luisteraar, omdat ze het voor het eerst horen... nog extra kunnen genieten? Dat je zegt van nou, ga maar achterover zitten, doe je ogen dicht of... Ja, dat vind ik wel. Ja? Ja. Laat het gewoon maar gebeuren. Dat is toch het beste, dat je gewoon intuïtief luistert. De eerste keer als je iets nieuws hoort, is altijd een beetje griezelig. Ja. Net als wanneer je voor het eerst iemand ontmoet. En dan gaandeweg de ontmoeting, dan voel je je gerustgesteld of het wordt steeds erger. Ja. Afhankelijk van je eigen persoon natuurlijk voornamelijk, ja. Maar ook wel van de persoon die tegenover je zit. Maar het beste is natuurlijk toch altijd om het zonder vooroordelen tegemoet te treden. Blanco erin. Ja. Ja. Reuze bedankt. Graag gedaan. Ik vond het een aangename eerste ontmoeting. Bedankt. Van Lumen ad Finem Cuniculi door naar het volgende werk in dit concert. De vijfde symfonie van Gustav Mahler. Geschreven in 1901 en voltooid in 1902 en 3. Gustav Mahler. In Bohemen geboren, Oostenrijkse componist en dirigent. Hij was het die de late romantiek verbonden heeft met de moderne periode van de klassieke muziek. Want deze vijfde symfonie was echt nieuw. Het sprookje en de mystiek hebben plaatsgemaakt voor realisme en een zelfbewuste strijdvaardigheid. Vorm, harmonie, aandacht voor contrapunt, stemvoering en instrumentatie. Mahler doet alles anders dan in zijn vier hieraan voorafgaande symfonieën. Daarin speelde de stem bijvoorbeeld een rol, koor of solozang. Maar dit werk is geheel instrumentaal. Niet anders is het programma. Er ligt duidelijk een programma aan deze symfonie ten grondslag... Alhoewel Mahler dat niet specifiek meegeeft. Maar dat blijkt al uit de indeling. De symfonie heeft vijf delen
die Mahler groepeert in drie zogeheten abteilungen. De eerste afdeling, de eerste abteilung, wordt gevormd door deel 1 en 2. En deze twee delen zijn tragisch, boos, negatieve emoties. De tweede afdeling bevat één deel, het scherzo, dat op zichzelf staat, met momenten van vreugde en van angst, als een soort overgang van de negativiteit van de eerste afdeling naar het positieve van de laatste en derde afdeling. Want in die twee delen gaat het over liefde en vreugde. Het eerste deel is een trouwermars waarin Mahler zijn eigen verleden ten grave lijkt te dragen. En dat begint met een trompetsignaal. En dan klinkt de trouwermars. In gemessenem schritt, streng, wie ein conduct. In afgemeten stap, streng, als een begrafenisstoet. Het eerste deel lijkt een soort voorspel voor het tweede deel. Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz. Stormachtig, met de grootste heftigheid. En dat hoor je al meteen in de eerste paar maten. Dit deel, Allegro, beschouwde Mahler als hauptsatz van Abteilung 1. En hierin zitten steeds onverwachte, plotselinge inbraken uit de muziek van de trouwmars. In het midden van alle turbulentie en strijd is er opeens een moment van triomf. A groot, 6 hoorns, 4 trompetten en pauken. Thank you.
U hoort dat de lucht nauwelijks een beetje is opgeklaard of het drama is er weer. Op het eind van dit deel klinkt een koraal als een soort definitieve overwinning op de sterfelijkheid uit de treurmars, maar de triomf duurt weer niet lang. En dan komen we bij het derde deel, de centrale afdeling van deze symfonie, het scherzo. Het langste en belangrijkste deel van de symfonie, met steeds wisselende stemmingen, ongewoon heftige muziek, met een hoofdrol voor de hoorn. Al meteen aan het begin. Mooie contrasten in dit deel dus. En zo kan het gebeuren dat je op een gegeven moment heerlijk in een zorgeloze lentler zit. Zo'n Oostenrijks volksdansje. Maar dat dansje, dat ontwikkelt zich. Met steeds dus die hoofdrol voor de solohoorn. En dan verwacht je misschien een enorme knal,
Maar dan wals het rustig door met Pizzicato Strijkers. Even verderop gaat het wel anders. De muziek zwelt aan. En zo wordt dit scherzo een turbulente uitputtingsslag tot en met het einde aan toe. Grote contrast naar de laatste afdeling is haast niet mogelijk. Na dolgedraaid te zijn in dat scherzo is het vierde deel Adagietto voor strijkers en harp een rustpunt en een prachtige inleiding op de finale. Dit Adagietto is een eigen leven gaan leiden. Mede door het gebruiken van in de film Death in Venice van Visconti. Dan kun je het deel horen als een uiting van tragiek, lijden, pessimisme, groeiende wanhoop. Het werd in deze context ook gespeeld op de begrafenis van Robert Kennedy. Maar, belangrijk om te weten, in de herfst van 1901 had Mahler, inmiddels 41 jaar en invloedrijk directeur van de Weense Hofopera, de 22-jarige Alma Schindler leren kennen. Ze was mooi, intelligent en artistiek, dochter en stiefdochter van een schilder. Compositieleerlingen van Alexander von Semlinsky. Binnen een half jaar waren ze getrouwd. Allebei gezegend met een sterk karakter, dus het huwelijk was niet altijd even rimpelloos. Groot leeftijdsverschil. En Mahler was zeer veeleisend. Had haar bijvoorbeeld al voor hun huwelijk het componeren verboden. Vervolgens leert de partituur van dirigent Willem Mengelberg ons dat deze muziek geen uitdrukking is van tragiek en lijden. Nee, een uitdrukking van liefde, een liefdeslied. Want in die partituur staan op de eerste pagina van het Adagietto metronoomaanwijzingen en aantekeningen, waarin staat dat Alma in een brief aan Mengelberg had verteld dat dit deel in feite een liefdeslied was. Van Gustav, voor haar. Het kleine gedichtje had ze toegevoegd. Wie ich dich liebe, du meine Sonne, ich kann mit Worten die es nicht sagen. Nur meine Sehnsucht kann ich dir klagen und meine Liebe. Dus we hebben te maken met een liefdesbrief, een liefdesverklaring van Mahler aan zijn jonge echtgenote. Hij schreef het toen ze nog verloofd waren. Ik hoorde dirigent Daniele Gatti een keer over dit deel zeggen: het is niet alleen een liefdesbrief. Het begint met dat thema in de eerste viool. Dat is een thema dat woorden kan gebruiken. Maar in het middenstuk, als de passie begint, is er een verwijzing naar Tristan und Isolde. Dat de meest erotische en seksuele opera is die ooit is geschreven. En volgens mij voert Mahler daardoor de spanning op die vergelijkbaar is met een seksuele climax. Aldus Daniele Gatti. En het laatste deel aan het eind is dan het moment van ontspanning.
En na dit prachtige deel komen we bij de rondo-finale. Een finale die zeer ingenieus in elkaar zit. Met daarin bijvoorbeeld vernuftig contrapunt. Mahler had zich met een Bach-studie bezig gehouden. Luistert u maar naar deze fugatische inzetten. U heeft ze gehoord, hè? Al die fugatische inzetten. Een duur woord voor steeds hetzelfde thema dan een andere toonhoogte. En dat had niemand van Mahler verwacht, die Bach-achtige trucken. Ook de koraal niet, die in het tweede deel te horen was en die hier in de finale voor een onverwacht, stralend hoogtepunt zorgt. Overigens, tot ergernis van Alma, die zoiets meer bij componist Bruckner vond passen. Dames en heren, ik sluit deze toelichting af met dat koraal uit de finale en wens u heel veel genoegen en luistergenot bij het concert Toekomstvisie en Liefdesbrief in Heerlen, Maastricht of Eindhoven door de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van dirigent Dimitri Lies.